Hey, en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe review. Dit keer vanaf Eindhoven, de gekste. Nou, we lopen nu richting Park Hilaria. Kom hier eigenlijk al jaren. Eigenlijk was dit het eerste keer dat ik twijfel van zou ik wel of niet gaan. Maar ja, Erwenhout staat hier tevens. Natuurlijk, dat is carousel van Mühle und Volksland. En ook nou over de entertainer. En helaas de laatste keer dat we de eclipse onder van Korte zullen gaan doen. Helaas gaat hij na dit seizoen naar Frankrijk toe. Blijkbaar heeft hij deze week ergens een keuring gehad. En is hij heel erg teruggeschroefd. Ik heb off-rides ervan gezien. Het was eigenlijk echt wel om te janken. Maar blijkbaar, in ieder geval als ik betrouwbare bronnen moet geloven. Ja, van de tuf. Hoe hij de afgelopen jaren deed draaien, hoe het hoort te draaien, te eng en te gevaarlijk voor het publiek. Dus mag hij helaas niet meer zo vaak rollen. Nou, ik vind dat gewoon dikke vette onzin, bullshit. Hij draait al jaren zo, dus dat je heel veel rolls hebt. Bovenin, in het station, over de kop, door het station, doet hij al jaren. En nou gaan één keer de tuf bemoeien van, ja dat is gevaarlijk, dit is zo, terwijl het niet zo is. Nou, ik ben benieuwd hoe zal hij in Frankrijk aanslaan. Maar we gaan dus lekker een rondje lopen hier op Park Hilaria. En genieten van de Erwenhout. Misschien entertainer, sowieso eclipse die we overdag gaan doen. Verder zien we het wel. En ik ben toch wel blij dat mijn clubje de Johan Cruijffschaal heeft gewonnen. Namelijk Feyenoord. In ieder geval ofwel helemaal niks in Eindhoven. Dus we starten hier met de allereerste zaak, steeds de entertainer, hij stond in Mühle und Volksland. Een type meisje gebouwd bij Hus, voor de laatste keer gezien. Natuurlijk op de Tilburgse kermis, daar stond hij persoonlijk wel een van het mooiste. Hier staat hij eigenlijk heel erg weggedrukt. Want hij moet dan al op het gras staan, een goede ruimte, maar je loopt er eigenlijk zo langzaam. Dat is jammer. In Tilburg stond hij iets verder naar voren, maar in Uden stond hij natuurlijk op zijn mooist. En dit is de tweede keer dat hij hier staat. Vorig jaar stond hij aan het einde van deze weg. Dan liep hij er echt op af. Stond hij heel mooi opgesteld. En nu toch wel iets minder. Maar het is een leuke magic om te zien en om te doen. Maar mijn favoriete is natuurlijk Circus Circus van Gründle und Prausch. Maar dit is ook wel een leuke en een mooie. Ofwel, de magic. Ofwel, die entertainer van Mühle und Volksland. En zo gaan we door richting de volgende zaken. Met een hele rare opstelling. Nou, dames en heren, de eerste attracties zijn een feit. In ieder geval eindelijk de entertainer. Een Duitse recommandeur. Echt in Tilburg. Deze Engelse shows geven. En een Duitse zaak. Nou, zoals jullie weten, ik hou eigenlijk op Duitse zaken. Alleen maar van Duitse shows. Geen Engelse shows. En dan natuurlijk op Nederlandse zaken. Nederlandse shows. In ieder geval, ik vind nog steeds persoonlijk, naar mijn mening, de Circus Circus van Gründle, Prausch, toch wel een tandje mooier en beter en leuker dan entertainer. Maar ja, ik bekijk het totaalplaatje van rit, show, uitstraling, hoe ze omgaan met het publiek. En dan vind ik toch wel de Circus Circus de mooiste en de beste die eruit springt. Maar entertainer is ook wel een toppertje. Eigenlijk als ik het naar andere kermisfans weten, in ieder geval dat ik het heb gehoord, of wat klopt, dat weet ik niet. Zou de entertainer ook naar Roosendaal naartoe zijn gekomen, maar er heeft één exploitant hem helaas tegengehouden, omdat het heel veel lijkt op een andere zaak. Maar we gaan verder lekker door met deze review. En dan komen we hier op een pleintje aan, een leuk, vlug pleintje. En starten we met The Beast. En op dit kinderen, leuk ingericht pleintje. We beginnen hier met de Beast van Rijmers.
Als je nog in Tilburg gezien. Van de Veen, een monster, drie pony, gebouwde Schwarzkopf. Ja, ze hebben mij op de tweede plaats, maar het is ook wel leuk om te zien en te doen. We hebben hier nog een zachte trampoline, Rijsselmer Stroeken, als ik het goed had, maar dat heb ik even niet gezegd. En dan hebben we hier nog de Aeronaut, Rijssel onder de voer, een kettenvlieger, gebouwd bij Funtime. Die gaan we nog straks even lekker rondje opmaken. Maar één vraag, in ieder geval, ik vind het een rare opstelling. Wie zet er nou een hoofdvermaakzaak in de buurt van een reuzenrad dat dezelfde functie heeft? Wie doet dat nou? In ieder geval Tilburg niet. Hier in Eindhoven blijkbaar wel. Maar dit is dus de Aeronaut, reis onder de voer. En dan gaan we er straks even lekker een rondje openmaken. En dan gaan we kijken hoe Eindhoven van buiten, van boven eraf ziet. In ieder geval, deze staat bij mij op de tweede plaats. En de Bayern Tower van Keizer op de eerste plaats. Die we nog in Düsseldorf hebben gedaan. En zo gaan we verder dit hele lange pad af richting de volgende zaken. Nou ja, we zien er inderdaad wel gaan. Het is namelijk de breakdance nummertje 1. Reis onder hoefnagels. Ja, die staan hier altijd wel vast. En sinds deze kermis, denk ik, zomaar, heeft hij in één keer moving heads bijgekregen. Op de achterwand staan moving heads. Op de voorkasten, ja, waar verlichting in zit, zitten moving heads erop. Dus ja, dat kan alleen maar een feestje worden. Nou zien we hem bij daglicht. Maar natuurlijk bij mij in Roosendaal, waar hij ook staat, gaan we natuurlijk ook bij avond bewonderen. En dan gaan we kijken wat voor feestje dat gaat worden met de moving heads. Maar je moet ook wel een beetje rook gebruiken, vind ik vanaf nu. En natuurlijk ook de microfoon. Maar ja, het is gewoon een leuke breakdance om te zien en om te doen. Ofwel de breakdance part 2, de number 1. Rijstonden hoefnagels die we op verschillende campsen hebben gezien en hebben gedaan. En zo draaien we door richting de volgende zaken op deze hele lange laan. En dan hebben we hier nog Reizen Toverland van Stuifhoefnagels uit mooie krabben gehad. En dan nog Roe de Paris met daarachterin de Fun Factory van de poorten. Dat we nog al in Uden en Tilburg hebben gezien. Nou, en daar hebben we dan de Roepie Roepie, ofwel Frank Medersen met de Moulin Rouge. Ofwel, dan hebben we hier de Moulin Rouge van Frank Medersen. En dan hebben we hier altijd een heel leuk opgezet nostalgisch gedeelte met een paar mooie carousels. Een bierbar carousel die volgens mij de eerste keer staat. Ik heb hem nog nooit gezien. Echt hartstikke leuk. En dan hebben we daar nog de rustbaan. Een kansje gaan wagen, een leuk spelletje. Lekker schuren met die loodjes. Kom er lekker bij eens. Wilt u weg? En dan hebben we hier nog de zwanen zweefbuilen van Duits. Knibben. En dan hebben we hier ook nog de papillon van Duits. Van Stuis Kermissen. Hier ook altijd wel staan. Ja, natuurlijk ook bij ons op de grote kermis in Roosendaal of Nijskermis. En tevens op de Paaskermis. En zo gaan we op Time Trip. Naar een van de leukste en gezelligste wipjes van Nederland. En dan hebben we hier nog de megaslide van Vol. Voor de laatste keer op Europe. En hierbij ook nog de spinning coaster. Reis naar Douala. De classic spinning coaster. Gebouw bij Reversong. Ja, ook voor de laatste keer nog op Tilburg gezien. En dan gaan we door richting de Time Trip van Ecobo. Die ook nog ooit in Tilburg hebben gezien. Maar zo meteen draaien. Zo zijn we back to the future. Kom aan bij de Time Trip. Nou, wat die twee met elkaar te maken hebben, is dat namelijk voordat hij dit thema ging krijgen, dat hij back to the future was. Ofwel, de Time Trip reis van de Ekkelboom. Op de Tilburgse kermis voor het eerst gedaan. Het is een leuke wip, gezellige wip om te doen. Nou, uitslaan is heel mooi. En de operator is heel erg interactief met de inzittenden. Kom je hem tegen, stap erin en geniet van de rit en show! In ieder geval Time Trip, echt een van de leukste en gezelligste wippen van de Nederlandse kermissen. En zo hebben we door richting de Dino
dinosaurustijdperk. Yes. En dan kan je hier nog op avontuur in de wereld van de dinosaurussen. Echt heel leuke zaak, informatieve zaak. Vroeger was dit dus blijkbaar een spookhuis. Maar nu al jaren een hele mooie interactieve informatiezaak over de tijdperk van de dinosaurussen. Ik dacht, ik ga eens aan de binnenkant, maar dat wil ik niet zeggen. Maar altijd wel leuk om erheen te lopen. En dan hebben we hier nog een babyvloer. Dag geen zonne van Houten. Deze komen we ook op Rotterdam tegen. Bijvoorbeeld ook nog in Uden. En dan hebben we daar de kijkwolk Rijstonden Roels. Als ik het goed heb. En zo gaan we door richting Star Wars en de Eclipse. En dan hebben we hier nog een Razorama die we voor het laatst in Uden hebben gezien op de kinderkermis Uden. Ja, bij de meeste onthoud ik deze kans nou wel, maar bij deze helaas dan weer net niet, omdat ik niet zo vaak tegenkom. Dan hebben we hier nog de Star Wars van Swinkels, het type Graffitron, gebouwd bij Iron Rides uit het mooie Engeland. En zo gaan we door richting de zaak waar we eigenlijk ook wel een beetje voor zijn gekomen, die we al op twee kermis hebben gezien. Eentje bij avond, namelijk in Helmond. En dan nog op de TT-kermis in Assen. En ja, ik moet nog even kijken, gaan we hier hem doen of eventueel volgende week. Want hij staat volgende week nog in Os voordat hij richting Frankfurt toe gaat. En dat is namelijk de Eclipse van Van Korten, die ongeveer pak een week 15 à 16 jaar trouw in dienst heeft geleverd aan de geweldige Duitse en Nederlandse kermissen, die helaas ons gaat verlaten. Dames en heren, ze zijn dus bij de Eclipse aangekomen. Rijstonden Korten nu nog. Maar in Assen stond de Tourière al op de kassa. In ieder geval, ja. Volgende week staat hij dan in Os. En dat is dan de laatste Nederlandse kermis waar hij te zien is. Daarna gaat hij richting Frankfurt. Dan doet hij daar de Duitse kermis. En dan is dat het einde van het seizoen. En dan gaat hij helaas naar Frankrijk toe. Waarvan ik heel benieuwd ben hoe het zal gaan draaien. Maar tevens is dit een Capriolo 8P, gebouwd bij Mondial. En heeft ongeveer 15 à 16 jaar trouwe dienst gedaan hier op de Nederlandse kermissen. Samen met de Duitse kermissen. We zullen hem helaas gaan missen. Maar ik heb net een off-rijtje gefilmd. En dat deed hij al bijna niet rollen. Echt, ik kan hier gewoon bijna om gaan janken. Ook al wil ik dat liever niet doen. In ieder geval, ik wil hier wel even een rondje op maken voor een mooie afscheid. Dat verdient hij wel. Maar helaas, ja, zal dit echt het enige zo zijn dat hij zo een beetje rolt en hij rolt niet door. Dat komt echt door die nieuwe toefkeuringen en dergelijke. En het is gewoon echt om te janken. Echt. Maar we gaan gewoon lekker een rondje op maken op de Eclipse van Korten. En dan na dit seizoen reis je in Frankrijk. En dan weet ik zeker dat hij gewoon weer heftig zag en draaien hoe hij hoorde te draaien. Net zoals vroeger, toen hij hier stond. Lekker met die heftige gondelslagen, hoe het hoort. Dit zijn wel redelijke slagen, maar ik heb hem heftiger meegemaakt. Ofwel, de Eclipse. Nu nog eventjes om de korte. Zo bijna. Zo hoorde hij bijna te gaan. Maar zo gaan we door naar een kernreactor. Die hier ook voor de eerste keer staat. Op Park Hilaria in Eindhoven. Reactor een beetje schuin hier in de hoek en dan er staat hier een verdwaalde chocoladerad. Nou, die zou ik hier totaal niet gezet hebben.
En dan hier zeg maar de entertainer neergezet hebben. Want hier heb je nou een heel veel ruimte waar je vrij weinig mee kan. In ieder geval, dit is dus de reactor. Reis van de Bosveld. En dus voor het laatst nog een Tulga gezien. En afgelopen weekend natuurlijk Mr. Gravity gezien. De ene pannenkoek. En dan heb je hier de andere vrienden, de pannenkoek. Hè? Met de pannenkoek, hè, Hendrik? Ja, de vliegende pannenkoek. Ja. De vliegende koekenpan. Oh, de vliegende koekenpan, nog beter. Maar zo gaan we vliegen richting de Zanzibar. Bewijzen aan de kassa. Kom binnen, kom binnen. Ja, en dan hebben we hier de Zanzibar. Een adventure house / funhouse. Gebouwd bij Diet. En reist dan de brandenaar. Al jaartje 3, 4. Heb ik niet te zeggen. Maar voor het laatst dus nog op de mega kermis in ieder gezien. En nou dus. En zo gaan we door. Richting het einde helaas alweer. Ja, dames en heren. Ja, wat moet ik zeggen van deze kermis nu? Het aanbod is goed, maar de opstelling is niet goed. Ik vraag me echt af van, wat doet de reactor hier op het uiteinde? Had hij op de plek neergezet waar de aeronaut staat? Had de aeronaut daar naartoe gehaald? Dan had je twee hoogvermaakzaken mooi uit elkaar gezet. Want op de plek waar nou de reactor staat, heeft vaker een Starflyer gestaan. Maar ja, nou zet ze een Starflyer neer op een plek waar meestal een autoscooter staat. In ieder geval, we gaan lekker verder met de review en dan daaruit de eindoordeel hoor je later wel. Maar waarschijnlijk kun je dat al raden. Ik had echt mijn twijfels van, zal ik dit jaar hier naartoe komen, naar Park Hilaria? Nou, ik heb mijn twijfels of dat ik überhaupt volgend jaar hier al zal terugkeren. Of misschien pas over zoveel jaar. Want ja, de opstelling van dit keer is niet goed, vind ik persoonlijk. En dan hebben we hier nog National Park, Kids Safari, reis van de Molengraaf. Ja, nou staat hij hier dus, terwijl hij vorig jaar eigenlijk aan de andere kant stond. En dan hebben we hier nog een babysport. Reis van de Lutjes. En dan gaan we die kant op richting de Dumbo van Stroeken. En zo richting de laatste zaken. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de Walking Waterfalls. Ik dacht van de voor, maar durf niet te zeggen. Rijd dan naar de volgende zaak, stevens de Dumbo Circus, reis van de Stroeken. Een Flying Elephant, gebouwd bij Comax Plus. En toch wel een van de mooiere, vind ik persoonlijk. Maar deze staat hier eigenlijk ook altijd wel een beetje vastgeroest. En zo gaan we door richting de Bumping Cars van Swinkels. Waar ik gewoon afvraag van wat doet hij hier op deze plek? Dat hij eigenlijk altijd op de plek staat waar nou die aeronaut staat. En ja, dames en heren, dan hebben we daar nog de Bumping Cars, reis van de Swinkels. Een autoscooter, dag. Gebouwd bij Bert Tenzon. Natuurlijk, de autoscooters, maar de tent weet ik helaas even niet. En zo draaien we door richting de volgende zaak. Dat is tevens de Snowjet, reisonder van de Veen. Een type Matterhorn, gebouwd bij SSC uit Italië. In ieder geval, ja, deze staat hier altijd wel op dezelfde plek. Nou, in principe wel een mooie plek. Maar ik vraag me af, wat doet die autoscooter op, daar, op die plek? Terwijl daar een paar jaar lang de Eclipse heb gestaan van Korte. Terwijl dat autoscooter meestal een middenopzaak is. En bijvoorbeeld de Eclipse, een kantzaak, die stond hier echt heel mooi gepositioneerd. Maar ook op de plek waar de Eclipse al jaren staat, staat hij mooi. Maar ja, ik vraag me gewoon af, wat doet eigenlijk de Bumping Cars van Swinkels op die plek? Terwijl hij altijd aan de andere kant bij de ingang staat. Stond nu dan. En zo draai je door richting de laatste zaken. Kijken wat ze hiervan gebakken hebben qua opstellingen. La 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 la, doe mij maar la. Lekker melodietje. Shalalala. Nou, misschien doe dit wel mee een beetje opvrolijken. Maar dit is dus Fantasy Apple. Reis van de Buwallen. Als Buwallen met de grote achtbaan staat, staat ze ook met een kleine achtbaan. En ja, dan komt deze uiteraard ook naar Roosendaal toe. Net zoals de spinnenkeuze van Buwallen. En dan hebben we daar achterin nog de minicars staan van Swinkels. En ja, verder zie ik nou even niet door de zon. Good job. I speak English to you? Okay. One ring on the bottle, like this. Only one.
so you can take what you want. En dan hebben we nog Koos Vilaar, hij is van de Sipkema. Ja, voor de laatste keer dus nog een uur gezien. Een van de leukste spookhuizen hier op de Nederlandse kermis. Zit ook vaak in het buitenland, zoals Duitsland, Tsjechië en noem het maar op. Maar ja, ja, het is wel even te zwennen als hier een spookhuis staat. Dat was volgens mij de laatste keer Haunted Mansion van Hinzo die heb gestaan. En dit keer dus de beurt voor Sipkema met de Ghost Villa. Leuk spookhuisje om te zien en om te doen. En dan hebben we hier nog de mini-scooters, rijstonden overstegen. En dan gaan we langzaam een chaos creëren hier in Eindhoven. Ofwel, we gaan een chaos hier creëren. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de chaos, een type afterburner. Gebouwd bij KMG en reis om de toon van de Weert. Ja, voor de laatste keer natuurlijk gezien op de Tilburgse kermis. Daar had je het heel erg rustig en niet druk. Maar ja, dat kwam natuurlijk omdat de conga van Kuggenmeister heel dicht bij hem in de buurt stond. Ja, conga had eigenlijk de klasse. Ja, hij stond ook op een mooie, hele mooie plek. En de chaos stond eigenlijk gewoon heel erg weggedrukt. Ja, het is even hard om te zeggen, maar dat is wel de realiteit. In ieder geval, het stond ook te dicht bij elkaar. Had je de conga nou mooi gezet op, op de heuvel of op de andere kant, waar een paar jaar geleden de XL van Koesk had gestaan. Had deze, ja, we hadden natuurlijk de chaos veel voor gedraaid. In ieder geval, deze moet het van mij nog steeds wel bij avond hebben en van bij dag niet. Omdat hij bij avond gewoon mooi uitspringt en echt gewoon tot zijn recht komt. Maar kom hem tegen, de chaos van Thomas de Rit. Stap erin en geniet van de rit en show. Sowieso, bij avond is hij gewoon op zijn best en bij overdag. Ja, vind ik een persoon gewoon nog steeds niet echt mooi, omdat hij gewoon te wit is. Maar ja, dat is ieder zijn eigen mening en qua smaak en qua kleur. Maar ja, als je ledverlichting gebruikt op wit en dan bij avond, dan zie je dat niet. Maar ja, kom er tegen, stap lekker in en geniet van de rit en show. En mijn favoriete afterburner is natuurlijk de showtime van de wiel. En zo schommelen we nog richting de laatste zaken helaas alweer. En ja, dames en heren, van de chaos hebben we hier nog de Hero City. Ik zou zeggen, reizend onder de Zuidema. Mooi Breda. Ook voor de laatste keer nog in Tilburg gezien. Dan draaien we door naar de volgende zaak. Het is de Hurricane. Reizend onder de Brouwer van Reken. En ik vind het heel knap. De Hurricane heeft van de week loopings bereikt. Nou, dat vind ik al heel erg knap als je loopings kan bereiken. Het is nou ook zo dat ze eventjes een liedje hebben afgespeeld van Toverland. Nou, daar ben ik al sowieso blij. Maar ja, het leukste is, Tessa was op dat moment hier ook aanwezig dat ik op foto's zag. Maar ja, ik weet niet zeker. Maar het is dus een type twister. Bouwt bij een Amerikaanse bouwer, maar welke, dat weet ik even niet. Maar ik vind het gewoon heel knap dat de operator gewoon loopings heeft bereikt. Met simpelweg een liedje afspelen van Toverland. En dan ja, gewoon op de kermis. Heerlijke, leuke combinatie van pretparken en kermissen. Maar het is een leuke familiezaak om te doen. Je kan zo extreem mogelijk maken als je maar wil. Ofwel de Hurricane, reizend onder Brouwer van Reken. En zo draai je door richting de Crazy Tea Party en richting het Europa Rad. En nou, dames en heren, speciaal heeft de operator van mij een van mijn favoriete nummers opgezet. Namelijk van de Dwervelwind bij Toverland. De mooie spinning coaster van Toverland. Heerlijk, de muziek.
En dan hebben we hier nog de Crazy Tea Party van Oversteken, die ook bij ons op Roosendaal heeft staan. En zo gaan we door richting helaas weer de laatste zaak. Dat is even het Europarad van Van het Goed, die altijd op zijn kop zijn kant staat. Ze komen samen bij de laatste zaak en dat is tevens het Europarad, reizend onder vallend goed. Het is een reuzenrad gebouwd bij Nauta Bussink. En ja, deze staat hier al jaren op deze mooie plek. In ieder geval op de kopse kant, waarvan ook eigenlijk de aeronaut aan de andere kant heb gezet. Ook al ben ik benieuwd naar vanavond hoe het dan zal zijn. Nu staat hij voor de helft leeg of drie kwart leeg. In ieder geval, het zijn altijd wel leuke zaken om te zien en om te doen. En zo zijn we helaas alweer het rondje rond. En dan komen we daar achterin alweer de entertainer tegen van Moeder en Volksland. Ja, dames en heren, terwijl de entertainer van Moeder en Volksland. Zo hier is de rotste weg naar het park naar je. Dan kunnen we helaas weer een afscheid nemen van het park naar je in Eindhoven. Nou, het aanbod is goed, alleen hier en daar de opstellingen dat ik niet gedaan zou hebben. Zo is het dus bijvoorbeeld op de plek waar de Herenhout staat. Toch de autoscooter, maar die zijn als zijzaak, als een kantzaak. Gewoon de autoscooter altijd zien als een middenopzaak. De Herenhout, tevens, het Reuzenrad. Twee grootvermaakzaken, die liggen op elkaar. Ik zou de Herenhout op de plek gezet hebben waar bijvoorbeeld jaren geleden ATW XL, of, XL heb gestaan. Van de Voer of Douwe was eigenlijk niet meer. Omdat die dat toen was. Dat is een mooie geschikte plaats voor de Aeronaut. Daar staan ze helaas te dicht op elkaar, vind ik persoonlijk. De reactor. Ja, als zo'n lage zaak. Zonde. En sowieso nou, waar die entertainer hier staat. Ik zou toch op het einde gezet hebben waar hij vorig jaar stond. Het was een hele mooie plek. Nu staat hij een beetje weggedrukt en naar achter gedrukt. Ik vind het best een beetje zonde. Want nu loopt het, zeg maar, het terrein op en loopt hij hier langs af. Hoewel je ziet hem gewoon bijna niet staan. En hij staat dus naast de wc. Dat denk ik ook niet echt een netje. Dat de organisatie, de entertainer, hier heeft neergezet. Maar gelukkig vinden de mensen hun wel. Dus ja, dat is wel een twijfel. Een gezellige kermis. Ook al twijfel ik überhaupt dat ik dit jaar wel hiertoe zou komen. Maar ja, het was gewoon een leuk wat bezoeken. Alleen hier en daar toch wel wat slordige opstellingsfoutjes. Maar hopen dat het volgend jaar weer mooier en beter eruit ziet. Ja, jammer dat de Eclipse echt zijn laatste rondjes staat te draaien. Helaas, ja. Hij is ook ongeveer pakweg 21 jaar oud. En dat is best wel oud voor een kampioen. Ik had vandaag gedacht van, nou volgende week even naar Os te gaan. Naar Os Kipping. Wat de rit niet verkeerd doet na gemoede sporten. Maar het is wel echt op de janken, de rit. Op de E-Cliff. Want meestal had je lekker van die ruige gommelslagen. Had je dit keer helemaal niet. Ja, dat komt helaas door de truc die helemaal nu heeft gekeurd. En dacht van, ja, maar dit is te gevaarlijk, dit kan niet. Nou, laat zo zeggen, hij draait al ruim 20 jaar zo lekker extreem hoe hij hoort te zijn. Maar helaas, sinds de truckkeuringen, ja, helaas met de klote geholpen. Ik ben niet echt trots op de truc. Maar ja, 70% eentjes moet helaas nagekomen worden. Morgen gaan we nog even naar de Sommerband toe in Agen. Hoewel de Eugen Sommerband. En ja, dat is dus voor morgen. Had je nog niet gedaan? Vergeet niet even een blauw duimpje te doen. Als je natuurlijk even op de YouTube naar deze coach community abonneren. Een review in de box. Voor reis en afreis van kerst en pretparken. En hier vanuit het mooie Eindhoven. Zeg het een doei. En tot morgen vanuit Agen. En houdoe!